Theo Pahlplatz was ook een speler die niet in de diepte ging, de bal in de voeten moest hebben. Hij was zo lui als wat natuurlijk. Pahlplatz. Schot, spitskant. Een formidabel schot. Paas naar Jeuring. Pahlplatz, kansje van Pahlplatz. Schietkans van Pahlplatz. En een doelpunt van Pahlplatz. Pahlplatz. Hier komt Jeuring naar de goal. Achterberg komt mee. Schot Pahlplatz. Achterberg tegen de paal. Goeiedag nog aan toe. Pahlplatz mag het opnieuw doen. Nou is het niet. Maar nu kan Bas Jeuring scoort. En Jeuring scoort. Niet Kila wordt daar bereikt, maar Epidrost. Ver voor zich uit, maar goed gereageerd. Goed doorgaan en een goede paas ook. En geen buitenspel, dat betekent de kans voor Pahlplatz na een kwartier spelen. Hij is die voorbij en scoort niet. Oh, Theo Pahlplatz. Wat laat je daar iets liggen? Terugleggen van Pahlplatz is mogelijk. Hier Theo Pahlplatz, kan hij ook schieten. Dat deed hij. Theo Pahlplatz, hij scoort. Nou ja, Pahlplatz scoort. 1-0 voor de FC Twente in de 18e minuut. Omdat het rooskleurig fout liep daar bij Ajax achter. Maar de kans werd ook goed benut. Pahlplatz, 18e minuut 1-0. Helling, daar komt Pahlplatz. Pahlplatz, snel. Zijn kans is groot. Theo Pahlplatz. En de bal rolt in het net. En Twente komt op 2-0 op dit moment. Doelpunt van Theo Pahlplatz in de 39e minuut van de tweede helft. Kans ineens en die kans wordt benut door Theo Pahlplatz. En het is volkomen terecht dat Twente deze marge aanbrengt. Pahlplatz, Notte mee voorin. Hier is René Notte. Daar komt Pahlplatz en hij heeft een kans. Theo Pahlplatz, de paal en René van deKerkhof nu. En dan is het voorbij. De slow motion loopt. Dan kunt u zien hoe dit in zijn werk ging. Grensrechter Campos geeft die bal achter. Nadat hij tegen de paal is gekomen. Van Iersel, Oranen. Ja, goed gedaan. Van Achterberg, Notte kan aannemen. En daar komt de kans dan voor Pahlplatz om te scoren. En hij gaat over de play heen en nu is het een penalty. Nu is het een penalty en volkomen terecht. Burgink. Overweg komt door, Jeuring komt door. Pahlplatz, buitenspel. Pahlplatz nog een keer, hij scoort. Maar er is gefloten, laat u niet weerhouden. En de beslissing van Camacho is juist. Theo Pahlplatz stond wel degelijk in deze 24e minuut in eerste instantie buitenspel. In de rebound kreeg hij hem terug van de hand, scoorde toen, maar ik dacht dat deze beslissing correct was. Staan goed die Italiaanse mannen daarachter. Pahlplatz mag het opnieuw doen. Nou, hij schiet. Maar nu kan Bas Jeuring scoort. Maar nu kan Bas. En Jeuring scoort. Ja, ja, wel degelijk. Daar heb je de herhaling. De herhaling die aangeeft dat de grote Dino Top hier een van de grootste fouten uit zijn carrière maakt. Laat die bal slippen. En dan is kansenbenutter Jan Jeuring erbij om de FC Twente. Hier heb je de herhaling.